Hoe laat was jij op vanmorgen? Precies, er zijn 6 uur. Is dat elke dag zo? Dat is bijna elke dag zo, ja. Ja. Wat is daar leuk aan? Het opstaan is altijd wel even moeilijk. Maar als je dan eenmaal weer in het water ligt, want meestal is het voor het zwemmen. Dan weet je weer waar je het voor doet. Hè? Ik ben, op mijn 9e ben ik ermee begonnen. Ja, ik ben er eigenlijk gewoon een beetje ingerold door mijn ouders. Mijn vader zei, ga een keer mee naar de plaatselijke vereniging. En zo is het eigenlijk begonnen. We zijn allemaal wel triatleet, zelf geweest. Het is de combinatie. Ja, triathlon is niet puur 3 losse sporten. Het is de truc om het te combineren. En daar zijn we denk ik als coaches allemaal wel goed in. Zeker met een klein specialisme per persoon. Dan word je voor het eerst Nederlands kampioen. En dan gaat het echt een beetje een rol spelen. En dan krijg je je eigen trainer. En dan krijg je je schema's. En ga je veel trainen. En dan op een gegeven moment zit het in je hoofd. En gaat het niet meer weg. Gemiddeld 2 keer per dag trainen. Soms 3. En in het weekend proberen wat langere uren te maken. Ik mis een onderbeen. Ik vind het zwemmen erg leuk. En ook het fietsen en het hardlopen geeft mij gewoon een gevoel van vrijheid. Ik heb heel lang in de rolstoel gezeten, 6 jaar. En als je dan weer kan sporten. En je hebt de mogelijkheid om op een bleed te rennen. Is dat zo'n geweldig gevoel. Want dat maak je helemaal blij. Het NTC is het Nationaal Topsportcentrum Triathlon hier in Sittard. En het is eigenlijk het epicentrum van de triathlon in Nederland. Waar talenten naartoe verhuizen en hier komen om samen te trainen en gedeeltelijk hun studie te volgen. Waar bestaat het team uit? Alle coaches, medische staf, paramedische staf, 2 sportartsen, een huisarts hier in Sittard. Dan hebben we de voedingsdeskundige, lifestyle coach. En dat is bij ons ook de studiecoördinator, wooncoach. Die doet daarin mee en die ondersteunt de atleten met een hoop praktische zaken. We wonen allemaal bij elkaar. Ieder wel zijn eigen studio. En zo zitten we eigenlijk bij alles. Alles zit in de buurt. Iedere maandag krijgen ze de maaltijden geleverd voor de week. De diëtiste van het NTC, die dus de atleten persoonlijk kent en hun voedingsdagboek ook kent, die denkt hier mee en ze werkt hier aan mee. En dus uiteindelijk kunnen we echt individuele wensen kenbaar maken en daar een rekening houden. Luxe. Ja, dat is zeker een luxe, ja. En het brood staat nu in de oven. Ja, het brood zit nu inderdaad in de oven, gebakken vanmorgen. Het is op zich wel een grote stap eigenlijk naar Sittard. Maar het is ook thuis moest je 12 kilometer naar het zwembad fietsen. En hier zit het een kilometer verder. Dus dat is voor mij wel een verbetering. Ik ben geboren in Breda, in Brabant. Dus niet echt Limburgs, het is hier wel heel anders. Maar wel erg mooi. Ik heb helemaal geen handicap. Ik ben gewoon een gewone sporter. Ik sport met de gewone sporters mee, want ik ben niet anders. Ik mis een stuk, maar ik kan gewoon meesporten. Ik zat hiervoor in het weekendprogramma. Dus voordat ik naar Sittard ging, kende ik Limburg al een beetje vanuit de weekenden die ik hier doorbracht. Dus toen ik de overstap maakte van Breda naar Sittard, viel het op zich wel mee. Ik kende de omgeving al, ik kende de mensen al een beetje. Het is Limburg. En Limburg is een mooi stukje van Nederland. Je hebt natuurlijk met een dialect hier te maken. En dat soort zaken is voor sommige atleten wel eens lastig. Ja. Het zijn zeker mijn vrienden. Ja. Het zijn mijn concurrenten, maar het zijn ook mijn vrienden. Dus je bent elke dag met elkaar bezig. Je studeert. Wat studeer je? Ik studeer psychologie op de Universiteit Maastricht. Is het combineerbaar? Voorlopig vind ik het te combineren. Ik maak mijn VMBO-T af. Ik heb vorig jaar mijn diploma gehaald. Ik wil even een tussenjaar. Gewoon eigenlijk even wat rustiger aan en niet te vaak naar school. Echt puur focussen op de sport. En dat is wat eigenlijk nu het belangrijkste is. Het mooiste voor mij is dat de universiteit ook goed meewerkt. Ik heb dan een status van het NOC. En ja, als je daarmee aankomt bij de universiteit, dan zeggen die ook gewoon van, nou, wij willen topsporters. Ik vind wel als een atleet 18 is, dat je onderwijs en topsport een tijd samen kan doen. Maar als een atleet zich al een snelle ontwikkelaar vindt, dan vind ik dat je onderwijs op dat moment eventjes moet onderbreken, stilzetten, bevriezen en pas dan weer oppakken op het moment dat het kan. En dat kan na Olympisch jaar zijn of het kan zelfs na je carrière zijn. Een toegepast wetenschapper is iemand die staat tussen de wetenschap en de praktijk in. En die zorgt dat de gegevens die in de wetenschap gevonden worden, toegepast kunnen worden in de praktijk. Ik krijg binnenkort een nieuwe fietsprothese. En dat schijnt wel veelbelovend te zijn. Een embedded scientist moet wel aan de rand van het zwembad staan. Of bij de loopbaan of bij de fietstraining. Anders ben je niet embedded. Dat is gewoon een grote meerwaarde. Nou, ik denk dat de gemiddelde sporter van ons toch wel 30 uur met zijn sport bezig is. Beloftevol, dat is eigenlijk iemand die
nu een aardig niveau heeft en die de potentie heeft, of waarin wij de potentie zien om nog veel beter te worden. Ik heb in 2009 een ongeluk gehad met een machine, een bedrijfsongeval. Ja, toen hebben ze de rechteronderarm moeten amputeren. Talent heeft ook heel vaak een negatieve betekenis in de zin van iemand die heel goed is zonder wat te doen. Er is geen medelijden voor gehandicapte sporters op dit niveau. Nee, en dat zou ook niet nog goed wezen. Ook mijn coach die ervaart het ook niet als dat ik een handicap heb. Nee, we doen gewoon mee. Ik denk dat we van elkaar gewoon heel veel kunnen leren. Ik denk zeker dat zij de potentie hebben om in Rio mee te gaan doen. En meedoen is niet voldoende, dat ze op het podium gaan komen. Daar gaan we ook voor. Waar we naartoe willen is de groep in Sittard groter maken. Ook stabieler maken. En de kernploegatleten die nu nog jong zijn, ja, die zullen gewoon steeds ouder worden. Dat is logisch. Maar daardoor ook stabieler presteren. Rio? Ik ga eerst dit jaar volmaken. En dan hopen dat ik echt op het podium kom. Op het NK en het WK. Alleen spelen voor de triathlon. Dat is wat ik eigenlijk wil. En dan op naar Rio. Wat het NSC bijzonder maakt, is dat het voornamelijk gewoon een groep is. Met hetzelfde doel, met de trainers die gemotiveerd zijn. En de faciliteiten die het brengt, die het geeft als gewoon een groot geheel. Voor alle atleten die hier zijn, die hebben één doel en dat is de Olympische Spelen. Dat moment dat je mag starten op de Spelen en dan gaan presteren, dat is de grootste drijfveer.